Morgen. Ik heb een paar minuutjes over, dus ik ga even mijn werkplaatsje opruimen. Heel erg mijn schuurtje, waar mijn verf in staat. Zoals je kan zien is het een klein beetje een rommeltje. Ik heb even een paar minuutjes over, dus ik ga het eventjes opruimen. Een opgeruimde schuur is een opgeruimd hoofd. Een goed begin van de dag. Weer een klein beetje orde geschept. Hier nog even een beetje opruimen vanmiddag. Dan is het weer netjes. Dus nu weer snel de auto in en naar de klus toe. Ik zie jullie zo. Zo, ik zit weer in de auto. Ik ga vandaag het erkertje voorlakken. Dakkapel voorlakken, kleist voorlakken. Voorlakken doe ik met een allure gloss. Gewoon met de afschilderverf. Dus in principe lak ik hem twee keer af. De eerste keer noem ik een voorlak. Zodat bij de tweede keer de glans, de bol op blijft staan. En de glans veel langer aanhoudt. Als je hem zeg maar één keer afschildert, dan gaat de glans wat eerder weg. Dus is over een paar jaar is de glans al weg, op bijna na een paar weken al. En dat vind ik super zonde. Want ik besteed veel aandacht aan mijn schilderwerk. Dus dan wil ik ook dat het zo lang mogelijk goed blijft. En niet dat de glans na een paar weken alweer af is. Daarom lak ik hem twee keer af met de allure gloss. Een geheel overschilder met de allure primer, dat doe ik echt als het heel grof hout is, kaal hout is. Zet ik hem lekker dik vol in de allure primer. Als dat droog is, schuur ik hem weer terug. En dan lak ik hem alsnog twee keer af met een allure gloss. Dus als ik zo door Blaricum heen rijd, bewonder ik al mijn klusjes, al de klusjes die ik gedaan heb. Onderweg van huis naar de klus kan ik er sowieso al wel 30 aanwijzen die ik geschilderd heb. Zo hier in het dorp heel veel. Maar hier in de straat waar ik nu bezig ben heel veel. Dat onderhoud ik ook goed. Zoals hier pas geleden de luikjes weer aangepakt. Nou, ik ben weer op de klus. Het werk staat weer te wachten. Tot zo. Hieronder zit altijd een beetje vuil en als je daar wil gaan schilderen, dan komt al het vuil in je schilderwerk. Dus dit moet even goed schoongemaakt worden. Ik heb gisteren toch nog even tijd gevonden om dit blauwe voor te lakken. Zodat ik vandaag dit kan afplakken en het wit kan schilderen. Anders zit je met twee kleuren in één. Hiervoor pak ik een lyonkwast. Maak het goed schoon. Zo tussenuit halen. Met de bladblazer blaas ik de laatste restjes er tussenuit. Nog even een paar kitnaden kitten. Met de föhn zorg ik dat de toplaag van de kit wat sneller droogt. Als ik wat zie, plak ik een stukje tape, zodat ik niet vergeet om het nog te plamuren. Even een hapje eten, lekker in het zonnetje. Het erkertje ga ik nu voorlakken met een allure gloss.
komen. Ik ga naar de buren toe. De naden heb ik opengekrapt en gevuld met Repaircare SF. Super finish. Intussen is de voorlak mooi gevloeid. De SF is goed doorgehard. Tijd om te schuren. Ik schuur de kozijnen met P400. En dan zit mijn dag er weer op. Nou, ik zit weer in de auto. Onderweg naar huis. Even lekker een hapje eten. Douche pakken. Eventjes relaxen. Heel misschien nog even het schuurtje opruimen. De laatste dingetjes. Dan is dat ook weer gebeurd. En dan naar de sportschool. Ik hoop dat ik jullie morgen weer zie. Like, abonneer, laat een reactie achter. Het hele riedeltje. Een hele fijne avond. Dus kijken wie hier tegenkomt. Ja.